Justitieminister Kenneth Amoxie zegt dat hij in rustig Suriname nooit had verwacht dat de situatie zo zou escaleren tijdens de protesten tegen het beleid van de regering. De bewindsman sprak gisteren tijdens een spoedbijeenkomst van de regering. Amoxie merkt op dat het totaal mis is gegaan voor wat betreft het democratisch recht om te protesteren. We hebben deze situaties eerder van verre gezien. Van verre dan verwijs ik naar de bestorming van de Capitool in Washington. Recentelijk nog de bestorming van de overheidsgebouwen in Brazilië. En ik had niet verwacht dat wij hier in Suriname, in onze o zo rustige Suriname, dat wij dit ook hier zouden meemaken vandaag. De situatie zoals we ons die voorgesteld hadden, is dat er een groep komt protesteren onder begeleiding, afstemming met de politie. Maar dat is totaal misgegaan vandaag. En we hebben ook gezien, we hebben de beelden gezien, dat vernielingen zijn gepleegd aan het gebouw van de Nationale Assemblée. Er zijn in die buurt ook brandstichting geweest. Men heeft geprobeerd de centrale bank aan te vallen. De justitieminister zegt dat de plunderingen in de binnenstad helemaal niet zijn wat de beleidmakers hadden verwacht. Hij bevestigt ook dat er slachtoffers zijn gevallen onder de politie en militairen naast de protesterende menigte. En als het zo doorgaat, verwacht ik dat er waarschijnlijk meer slachtoffers zullen vallen. Dat willen we niet, dat hopen we ook niet. Maar als het nodig is en de instructies zijn gegeven om hard op te treden. Omdat we willen voorkomen dat er meer plunderingen plaatsvinden. We willen voorkomen dat er meer verstoring van de openbare orde plaatsvindt. En we gaan alle de ons ter dienste staande middelen inzetten om deze situatie te keren. Voorafgaand aan deze acties zijn er voiceberichten gemaakt, er zijn oproepen geweest, eigenlijk opruiende berichten. Er zijn aanhoudingen gepleegd. Ik heb begrepen zelf dat een van de actievoerders is aangehouden en we gaan op dezelfde voet verder. Amoxie benadrukt dat een ieder die zich schuldig heeft gemaakt aan vernielingen, plunderen en brandstichting zal worden opgehaald en aangehouden. De getroffen maatregelen om winkelzaken en ondernemingen gesloten te houden voor de komende dagen zijn bedoeld om de openbare orde en rust te doen terugkeren.